Dag 26 van Apocalyps 90. In dat blok van 11 dagen waarin we gaan ontdekken wat het onvoorstelbare, wonderbaarlijke potentieel is dat de mens in zich draagt. En we gaan lezen verder in hoofdstuk 5, vanaf vers 5. We gaan het niet helemaal lezen, de passage die bij vandaag hoort. Vandaag is het goed om Apocalyps 5, vers 5 tot en met 14 te lezen. Probeer het maar. En wij lezen alleen het begin van die passage. Dat is een beetje te lang om dat zo nu voor te lezen. We hebben gezien dat Johannes die huilt, omdat niemand, geen enkel schepsel is waardig om de zegels van dat boek los te maken. En één van de ouderlingen, de ouderen, hè, dat zijn degenen die 24 die rond de troon zaten, de wijzen, dat wil zeggen mensen die Gods wijsheid delen. En één enkele uit de ouderen zegt mij, hè, zelfs de tegenwoordige tijd, huil niet, zie, hij heeft overwonnen, de leeuw uit de stam van Juda. De wortel van David. Om te openen het boek en de zeven zegels ervan. En ik zag in het midden van de troon en van de zeven levenden en in het midden van de ouderen een lam. Rechtopstaand als geslacht. Het heeft zeven horens en zeven ogen. Die zijn de zeven geesten van God, gezonden over heel de wereld. En hij is gekomen en heeft uit de rechterhand van degene die zit op de troon genomen. Ja, dat wil zeggen het boek genomen. En toen hij het boek had genomen, en dan begint er een hele lofzang. In het midden van de vier levenden, in het midden van de troon, in het midden van de wijzen, dus op een drievuldige manier in het midden van alles, dat wil zeggen, de kern van de zaak, datgene wat de sleutel is van alle zingeving die aan alle dingen überhaupt gegeven kan worden, dat is het lam. En het lam is vader en zoon die één zijn in dat offer. Het onschuldige offer. Christus die de onschuld van zijn vader heeft gekregen. Omdat hij de zoon van de eeuwige vader is. Christus die het vermogen heeft gekregen van zijn vader om te gehoorzamen en zichzelf voor het heil van de mensheid op te offeren. Het lam is niet zomaar Jezus. Anders had er ook gewoon direct kunnen staan Jezus in het midden van de troon. In het midden van de 24 wijzen stond Jezus. Dat zou het wat makkelijker hebben gemaakt. Maar het is een bepaald aspect van Jezus. Het is een bepaald licht geworpen op dat mysterie van Christus. Dit is zijn offer. Dit is zijn gehoorzaamheid aan de Vader. En in dat offer, in die wijsheid is hij de enige die ons de grootste en meest ultieme en de meest diepe geheimen van Gods wijsheid kan openbaren. Er is niets anders. Alleen Christus geeft ons die geheime prijs, omdat hij de uitverkorene is van de Vader. Er is er maar één echt uitverkoren. En dat is Christus. En zo zijn wij ook uitverkoren in Christus door zijn offer, dus door zijn keuze om de Vader te gehoorzamen en zichzelf te offeren. Zoek niet verder. En zelfs als je de grootste geheimen nog niet kunt begrijpen, zelfs als je jezelf geen contemplatief kunt noemen, dat is het mooie van ons geloof. We kunnen het nog niet begrijpen. We kunnen het nog niet zien,
maar we kunnen er wel van leven. Wat wij nog niet zien, dat kan al een bron zijn van ons leven, omdat het Lam degene is die één voor één die zegels gaat openen. En we zien ook direct in de rest van de passage die bij vandaag hoort, hè, wat zei ik nou, tot vers 14, zien we een enorme lofzang die losbarst, omdat de gehele schepping ineens door die openbaring van Gods geheimen in Christus, die hele schepping krijgt ineens zicht op dat potentieel dat God tot ontwikkeling gaat komen in de mensheid. En dat wil zeggen dus ook in ieder van ons individueel. Als wij het Lam volgen.